Weegschaal bij jullie maandreading voor de maand augustus 2022. Dit is voor iedereen die weegschaal in zijn zon, maan of ascendant heeft. Algemene reading zoals ik zei, dus neem gewoon mee wat bij je situatie past en laat de rest achterwege. Het kan en zal niet bij iedereen passend zijn. We gaan een Keltisch kruis leggen vandaag. En mocht je een vraag in gedachten hebben over een bepaalde situatie, dan kan het zijn dat je inzichten krijgt of wellicht ja, meer inzicht in wat er nog staat te wachten. Aan het einde van de reading zal ik ook een engelenantwoordenkaart trekken. Dus formuleer voor jezelf een vraag. En we gaan meteen kijken wat er voor jullie uit mag komen voor de maand augustus voor de weegschaal. Wat is de kern van de situatie, universum? Ik wil graag een heldere, duidelijke boodschap. Deze stoppen we even terug. De kern van de situatie. Wat is de kern van het probleem van de situatie, de basis? Wat weerspiegelt het probleem of de situatie van weegschaal? De hoge priester. En die hadden we ook bij de tweeling liggen in de kern. Kan zijn dat je te maken hebt met een tweeling of met een stier. Dit kan ook je eigen energie zijn. Staven 4. En de staven 8 wil eruit vliegen. Ik heb nog niets gevraagd. Dit kan te maken hebben met een relatie, een huwelijk. Of inderdaad je relatie naar een volgend level tillen. Meer toewijding in een bepaalde connectie. Weegschaal, wat is de invloed op die situatie? Wat is de invloed? Wat kruist deze situatie? Wat is de invloed op de situatie voor weegschaal? Wat is de invloed? Wat kruist het? Wat kruist deze hoge priester die we hier hebben liggen? Wat kruist het? De geliefde kaart, een keuze. En wat weerspiegelt de basis? Wat is de oorzaak van deze situatie? Waar je je van bewust bent? Wat weerspiegelt de basis van je situatie? Wat is de oorzaak? Koning van zwaarden. Wat hebben we in het verleden? Welke kaart mag er uitkomen voor het verleden van weegschaal? Wat ligt er in het verleden? Kelken 4. En wat ligt er in het heden? Wat mag er uitkomen voor het heden? Wat vertegenwoordigt het heden? Welke kaart mag er uitkomen voor het heden? Wat is de huidige situatie waar je in zit? Weegschaal 2022, augustus. Het heden. Wat voor energie mag er uitkomen voor het heden van de weegschaal? Wat is je huidige situatie? Waar ga je op dit moment doorheen? Aas van staven, een nieuw begin. Wat ligt er in de nabije toekomst? In de nabije toekomst voor weegschaal. Opties met de kelken 7. Wat is je eigen invloed hierop? Wat is je eigen invloed hierop, weegschaal? Dan hebben we 3 kaarten. Ridder van kelken. Staven 3. En de duivel. Wat is de invloed vanuit de omgeving? De invloed vanuit de omgeving voor weegschaal. Welke kaart weerspiegelt de invloed vanuit de omgeving voor weegschaal? Koning van kelken. Wat is je hoop en of vrees? Welke kaart mag eruit komen voor de hoop en vrees van weegschaal?
Wat is je hoop en vrees, weegschaal, in deze situatie? Wat mag er uitkomen voor je hoop en vrees? Dat zijn er te veel. Wat mag er uitkomen voor de hoop en vrees in deze situatie? Je hoop en vrees. Je hoop is dit. Kelke 10. Happily ever after. Ultieme geluk vinden. En wat is een eventuele uitkomst? Wat is een eventuele uitkomst? Wat is een antwoord op je vraag? Weegschaal, wat is het antwoord op je vraag? Wat is de uitkomst van deze situatie? Wat is een eventuele uitkomst in deze situatie? Voor de maand augustus, weegschaal. Wat is een eventuele uitkomst voor de situatie? Koningin van Kelken. Wauw. We hebben een koning en een koningin van Kelken op de tafel. Dit zijn twee mensen inderdaad die op eenzelfde lijn zitten. En we hebben daartussen dus happily ever after, een sprookjeshuwelijk liggen. Mensen om je heen, liefdevol, affectie, opgroeiende kinderen, gezinssituatie. Heel mooi eigenlijk voor de toekomst. Ik heb het gevoel dat je inderdaad samen gaat komen met iemand waar je heel veel liefde voor voelt. Iemand die jou aanvult, iemand die je begrijpt. Want vanuit de omgeving hebben we die koning van Kelken. En in de uitkomst ligt de koningin van Kelken. Dus een wederzijdse liefde met deze kaart ertussen. En dit is ook wat je hoopt inderdaad met de Kelken 10. Onder op het dek de magier, tweeling energie. Je bent iets aan het manifesteren, weegschaal. En dit kan een soulmate relatie zijn. Je wil een nieuw begin maken. En dan ben je aan het manifesteren. Het kan zijn dat je al iemand hebt leren kennen. Deze kaart staat voor passie. Kan staan voor lust. Een nieuw begin. Een nieuwe optie. Een nieuwe mogelijkheid. Iets wat daar binnenkomt. De basis van je situatie is de hoge priester. Dit is iemand die heel toegewijd is. Dit kan staan voor het huwelijk. Dit kan staan voor contracten. Dit kan staan voor een mentor. Iemand die je advies geeft in een bepaalde situatie. Dit is stierenergie. Maar dit is de basis van je situatie. Dit is ook nadenken over de zingeving van het leven. Wat is in mijn ogen het goede? Wat moet ik doen? Wat maakt mij gelukkig? Waar ga ik mezelf aan toewijden? Dit is iemand die heel traditioneel is. Alles wil doen volgens het boekje. Het goede wil doen. Dit is ook hoopgevend voor de toekomst. En je toewijden aan iets. En ik heb het gevoel dat ja, je een toewijding hebt. Wellicht naar een gezin. Deze kaart kan ook staan voor een huwelijk, voor contracten. Dus een gezinssituatie heb ik het gevoel. Je wijdt je inderdaad toe hieraan. Maar je bent na aan het denken over wat wil ik. En ja, dit heeft te maken met een nieuw passievol begin. Dit kan te maken hebben met liefde. Want wat kruist het? Een keuze maken. Dus ik heb het gevoel dat jullie bezig zijn inderdaad met het maken van een keuze. Tussen twee situaties of twee personen. En waarop het gebaseerd is, is de koning van zwaarden. Ik heb het gevoel dat je inderdaad vanuit je verstand, vanuit je intelligentie een keuze probeert te maken. Dus niet zozeer vanuit je gevoel. Je wil doen wat goed is. En dit benader je inderdaad door logisch na te denken over de situatie. De koning van zwaarden gaat om rechtvaardigheid, om de waarheid en is iemand die ja, geplande stappen zet, het logische doet. Wat is voor mij logisch? En dat volg je inderdaad. Je probeert je emoties niet zozeer te laten meespelen in deze situatie als het gaat om het maken van een keuze. Je wilt doen wat voor jou goed is. In jouw ogen goed is volgens jouw eigen waarden en normen. En in het verleden hebben we hier in Kelken 4. Dit kan een kaart zijn inderdaad van afwijzing.
iemand heeft je die cup, wat hier aangeboden wordt, vanuit het universum, niet aangenomen. Iemand heeft je wellicht teleurgesteld. Je hebt misschien lang in een soort van stagnerende situatie gezeten, weegschaal. Want dit kan ook een kaart zijn van verveling. Druk bezig zijn met alles om je heen. En inderdaad, kansen die wellicht aangegeven worden van het universum ook niet zien. Of niet willen aannemen. De andere kant uitkijken. En dit kan jouw energie zijn, maar dit kan ook de energie zijn van je persoon. Iemand heeft zich wellicht niet toegewijd aan jullie connectie. En je wil een nieuw begin maken, een nieuwe start staat op dit moment in het heden centraal. Maar in de toekomst hebben we hier de kelken 7. En dit staat voor, dit kan staan voor illusies. Dus de situatie wellicht zien door een roze bril. Dit kan staan voor emoties. Dus je emoties kunnen wat over, ja, verward zijn als het ware. Dit kan ook om duidelijkheid, omdat er nog meer informatie nodig is in een bepaalde situatie over al deze opties die er voor je binnen gaan komen. Dit kan een energie zijn van verwend worden door opties. Dus het kan zijn op het gebied van liefde dat er meerdere personen geïnteresseerd zijn in je en ja, je niet helemaal helder hebt welke richting ga ik uit. Je wil een nieuw passievol begin. En je probeert logisch na te denken over die situatie. De invloed die je hierop hebt, is de ridder van kelken. Dit is een energie van vluchten, heel luchtige energie. Gevoelens die over en weer geuit worden. Dit is een energie van vieren, vreugde. Dus je eigen invloed, ik heb het gevoel, want probeer het allemaal niet te serieus te nemen en op je af te laten komen. Geniet ook van de tijd. Geniet van je tijd wellicht met iemand. En dat kan in het huidige moment iemand zijn die je hebt leren kennen. Iemand waar je heel erg sterk ook fysiek toe aangetrokken voelt. Iemand waar je heel veel passie voor voelt. Iemand die je heel blij maakt, optimistisch. Iemand waarbij je jezelf kan zijn, heb ik het gevoel, met die aas van staven. En dan hebben we de staven 3. En dit is een kaart van wachten tot je schepen binnenkomen. Dus laat het op je afkomen. Geniet inderdaad van de tijd die je doorbrengt met deze persoon. Maar probeer de controle wat los te laten. Want we hebben hier ook de duivelenergie. En dit kan een kaart zijn van controle. En zorg ook dat je niet ingeeft aan verleidingen. Want met die aas van staven, dat kan voor lust staan en de duivel ook. Dus probeer, ja, mocht deze persoon een grote verleiding zijn, probeer niet meteen, geen overhaaste, impulsieve, ja, hoe zeg ik dat, impulsieve acties te doen. Dit kan staan voor een one night stand, die aas van staven, omdat de verleiding heel erg groot is, de fysieke aantrekkingskracht heel erg groot is. Dit kan van invloed zijn op je situatie. En mocht je inderdaad niet staan te wachten op iemand die in en uit je leven is. En je wil die toewijding. Je bent traditioneel. Je hebt sterke waarden en normen, heb ik het gevoel. Met die hoge priester wat hier ligt. Dus volg daarin ook je gevoel. Als het gaat om het maken van een keuze. En blijf logisch denken. Met die Koning van Zwaarden. En probeer inderdaad je emoties onder controle te houden met die duivelenergie. De uitkomst van je situatie is namelijk daarvan afhankelijk. Je ziet inderdaad wellicht een toekomst. Maar het kan zijn dat je de situatie niet ziet voor wat het is. Met die kelken 7 in de toekomst. Dus pas daarvoor op. Laat je niet leiden door verleidingen. Vanuit je omgeving hebben we die koning van kelken. Iemand die stabiel is, iemand die heel behulpzaam is, iemand die jou aanvult. Want we hebben in de uitkomst hier de koningin van kelken. Dus ik heb het gevoel dat inderdaad, mocht je overhaast ergens inspringen en inderdaad toegeven aan lichamelijke
verleidingen of wat dan ook, dat dit de situatie heel anders kan laten doen lopen. We hebben hier twee mensen die van elkaar houden. Twee mensen die op één lijn zitten. En het kan zijn dat je te maken hebt met iemand die zijn emoties in eerste instantie terughoudt. Iemand met een soort van pokerface die je leert kennen op een moment dat je met je vrienden of met je familie iets leuks aan het doen bent. Iets aan het vieren bent. Dus een hele luchtige energie. En je krijgt misschien geen hoogte van deze persoon, omdat deze persoon heeft zijn emoties heel goed onder controle. Maar ik heb het gevoel inderdaad, als je het rustig aanpakt, dan zal na verloop van tijd inderdaad deze persoon laten zien door acties, door dingen voor je te doen, hoeveel liefde er is in deze situatie, hoeveel liefde deze persoon voor jou voelt. En ja, de potentie is gewoon zelfs dat dit de persoon is waar je je leven mee kan slijten als het ware. Iemand ja, die zorgt voor je ultieme geluk, de happily ever after. Iemand waar je wellicht in de toekomst mee zal trouwen of in ieder geval mee samen blijft met de Kelketien. Dus dat is wat we hier hebben liggen en ik heb ook het gevoel dat jullie dat aan het manifesteren zijn. In het verleden heb je je misschien afgewezen gevoeld. Of ben je afgewezen door iemand. Iemand heeft je liefde niet aangenomen. En dat speelt nu nog een rol, inderdaad. Dus heb voor jezelf inderdaad helder wat jij wil. En je wil iets wat traditioneel is. Je wil een toewijding van de andere persoon krijgen. Dan spring niet te snel in de situatie. En laat het op je afkomen en geef niet toe aan bepaalde lichamelijke verleidingen, is de boodschap die we hier hebben liggen. Dan had ik jullie gevraagd om een vraag in gedachten te nemen. Ik ga nu een engelenantwoordenkaart voor jullie trekken. We gaan kijken wat het antwoord op jullie vraag is, weegschaal, voor de maand augustus. Wat is het antwoord op de vraag van weegschaal? Als het gaat om deze situatie, de vraag die weegschaal zichzelf gesteld heeft. Wat is het antwoord op de vraag, universum? Welk antwoord van de engelen mogen wij ontvangen voor weegschaal? Neem actie. Neem actie is het antwoord op je vraag. En we hebben hier herstel. Dus ja, kijk hoe het resoneert. Iedereen heeft zich natuurlijk een andere vraag gesteld. We hebben de kaart van actie. Deze magier is ook een kaart van actie ondernemen. De aas van staven, iets waar je heel veel passie voor voelt. Dus onderneem actie. Blijf niet hangen inderdaad, omdat er opties zijn. Geniet van het moment, heb ik echt het gevoel. Van de tijd die je doorbrengt, maar en inderdaad, neem actie, maar doe niets overhaast en laat je niet leiden door wellicht bepaalde verleidingen. Maar zoals ik zei, deze persoon, ja, dat is echt iemand met de potentie om de rest van je leven mee te blijven. Een happily ever after, een huwelijk mee te krijgen. We hebben twee kaarten van het huwelijk op de tafel liggen. Dus maak wel een keuze, inderdaad. Wat wil ik? Waar ga ik voor? En in het verleden heb je misschien al eerder een kans gekregen om een nieuw begin te maken. En heb je dit niet aangenomen met de kelken 4. Dus inderdaad, durf die kans te wagen en actie te ondernemen. Dat is de boodschap, weegschaal. Resoneer dat, geef me een like en laat ook een reactie achter op mijn kanaal. Dat vind ik altijd heel erg leuk om te lezen. Ik wens jullie heel veel succes. Mocht het resoneren, deze situatie, een hele mooie maand augustus. En tot de volgende keer. Dag!